Eerst even over naar de brievenbus. Miss Mizella Grace, goedemiddag. Hi. Hallo, hallo. Wat leuk dat je er bent, zeg. Ja. Wat is de reden dat je hier bent? Ik heb in november een hele grote dragshow gehouden in Rotterdam. Ja? Ja. En daar heb je dan ook geld mee opgehaald? Inderdaad. En waarom vind je het Vergeten Kind zo belangrijk dan? Ik heb zelf bij de Unforgettables gezeten als een jongerenraad binnen het Vergeten Kind. Ja. Omdat ik een onstabiele jeugd heb gehad. Ja, kun je daar wat over vertellen? Ik heb geen acceptatie van mijn vader gehad. En ik ben mantelzorger voor mijn moeder geweest. Ja. En ik ben aan het huis geplaatst. En hoe is het nu met je? Goed. Ja. Ja, ik heb mijn passie terug. Ik heb heel veel liefde met mijn moeder nu. Ik heb mijn leven nou wel weer terug. Dus het leven kan beter worden? Ja, het leven kan beter worden inderdaad. En dankzij het Vergeten Kind. En dat heeft daarbij geholpen. Dus jij weet hoe belangrijk het is dat we daar een hele bak centen voor ophalen. Ja. Ah, geweldig zeg. Hey. Dan zou ik zeggen 3fm.nl/doneer of wat je ook maar wil om geld te geven. Ja. Jij hebt die grote avond gehouden in Rotterdam. Was het een leuke avond? Het was een super avond. Kun je er wat over vertellen? Wij hebben 10 drag queens over heel Nederland uitgenodigd. Zelfs 2 uit België. En we hebben echt van alles gezien. Echt lichtjes. Één Nederlands nummer. Dat was mijn eigen nummer dan. Maar, en allemaal verschillende soorten nummers waar iedereen gewoon zijn eigen stem mee wil brengen. Ja, nou geweldig. En je hebt ook een hele grote envelop bij je. 2 zelfs. 2 zelfs? Ja. Ah, je hoeft ook weer niet te overdrijven, hè? Dat ook zelf altijd. Wat ontzettend goed. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Kijk eens even, envelopje 1 gaat open. Met een check daarbij. Kijk. Eerst alle namen. Ja, Bonaparte, Mizella. De dragshow voor 1001 euro. Amersfoort. Ja. Groot applaus daarvoor, fantastisch. Nou, dan ben ik ook heel erg benieuwd naar de tweede envelop. Daar zit al het geld in. Oh, daar zitten die 1001 euro in. Ja, het is ongelooflijk leuk dat je er bent. Ook omdat je wil ook nog een liedje zingen. Ja, omdat dat is mijn favoriete nummer waar ik mee optreed. Dat is even aan mijn moeder vragen. Maar het bizarre is, die is nergens te vinden in de computer. Zou je die gewoon in een 3-2-1-tje refreintje kunnen doen? Dat is goed. Dat kan jij wel, toch? Ja. Ja, natuurlijk. Oké, Amersfoort, even mee aftellen. 1, 3. 1, 2. 3, 2, 1. Applausje voor Mizella. Geweldig ingezet voor het Vergeten Kind. Dankjewel. Hele fijne kerst. En dankjewel voor die 1001 euro. Asje. Super fijne kerst. Bye bye. Zelfde.